Peter, Watch Dogs 1 was een van Ubisoft's meest gehypte games ooit. Alleen het spel viel uiteindelijk voor velen een beetje tegen. Dan kwam vooral de protagonist. En de setting, weet je, het was allemaal een beetje donker, de protagonist. Niet zoveel, weet je, niet zoveel identiteit. En nu gooit Ubisoft het juist over een compleet andere boeg. Want Watch Dogs 2 is super kleurrijk. De hoofdrolspeler is helemaal hip en helemaal happening. En we gaan naar San Francisco. Om met jouw woorden te spreken, hoe vet is dat? Hoe vet is dat? Ja, dat is behoorlijk vet. Want ja, weet je, er zit een soort luchtigheid nu in Watch Dogs 2. Die in Watch Dogs 1 was ontzettend grauw en zwaar. Maar goed, elk voordeel heeft zijn nadeel. Ik vind luchtigheid ook wel weer lastig. Want dat betekent ook wel dat ik nog niks heb met Marcus Holloway. Ik weet nog niet wat ik met hem heb. Nee, want hij is te stoer. Hij is eigenlijk te cool en ze focussen eigenlijk helemaal niet zo op story, hè, Ubisoft. In de trailers zijn helemaal nog niet story trailers. Dat was bij Watch Dogs 1 natuurlijk heel erg juist. Dus ik weet nog niet wat dat gaat brengen, maar gelukkig hebben wij vandaag de seamless multiplayer mogen ervaren. En we weten allemaal dat Ubisoft echt compleet seamless multiplayer gaat met al zijn spellen. Open wereld, seamless multiplayer. In Steep had ik er nog een beetje mijn twijfels bij, maar werkt het in Watch Dogs 2 wel overtuigend? Nou ja, of het overtuigend werkt, ja het werkt, want het werkt goed en het werkt overtuigend en het doet zijn ding. Of je erop zit te wachten, dat is echt aan jou. Ik weet het niet. We hadden in Watch Dogs 1 was er al een manier waarop je, zeg maar, ja, vriendjes kon hacken. Je kon in elkaars wereld. Dat wordt nog verder open gegooid. Je kunt namelijk, als je nu ruzie krijgt met de politie, dan je hebt meer dan 2 sterren of zo, dan wordt er een bounty op jou gezet. En andere willekeurige spelers, het liefst uit je vriendenlijst, maar kunnen ook random spelers zijn, krijgen dan een bericht van hé, er is een bounty op een guy. Dan druk je op oké, dan word je direct geteleporteerd naar de map van jou en dan gaan zij met de politie op jou jagen. En dat was ontzettend leuk. Ja, ja precies, maar jij hebt natuurlijk ook wel gespeeld in een soort van ja, vooraf opgezette setting, waarbij je met allemaal mensen die zitten, die van de pers zijn en die toch wel over het algemeen, weet je, je bent gewoon in een vriendschappelijke ruimte, maar het klinkt voor mij een beetje als GTA Online ook, want dat is een beetje hetzelfde idee. En daar had je heel snel dat ervaring een beetje opgefokt werd door mensen die waren de hele tijd een beetje gingen zitten kloten. Ja, maar daar de enige manier is, ze komen alleen maar in je map om jou dood te maken. Dus ja, ze komen kloten, maar dat komt omdat jij hebt zitten kloten met de politie. En als je fuck met de politie, dan krijg je een fucking bounty en dan komen ze je opjagen. Die mensen moeten niet altijd zo naar weg lopen op de stoep. Nee, dat is ook waar. Je kan het trouwens ook uitzetten, hè, natuurlijk, maar als je ervoor kiest om het te doen, is het best wel tof. Want het leukste is eigenlijk van de Watch Dogs 2 in het autorijden het hacken van andere auto's. Het is compleet chaotisch. Je kon al natuurlijk stoplichten zo hacken, dat is allemaal terug. Alleen je kan nu ook een auto selecteren en dan hacken dat hij of naar voren, of naar achter, of naar links, of naar rechts gaat rijden. Oftewel, je kan allemaal geparkeerde auto's kun je de weg mee blokkeren. Je kan je tegenstanders kun je, zeg maar, hacken zodat ze afgeremd worden of juist in één keer naar links sturen. Dan moet je weer tegensturen. Het is complete chaos, want dat maakt natuurlijk het alleen maar erger, want je rijdt weer 5 mensen dood. En je hebt nog een politiester te pakken. Zo beland je in een soort van vicieuze cirkel, ja, van Watch Dogs. Die je eigenlijk niet meer goed maakt met sorry. Nee, dat is te laat voor sorry. Eigen sorry, ja. Seems to be the hardest word, maar is ook echt wel te laat, ja. Ja, het leven van de hacker is zwaar. Het leven van de hacker is zwaar. Ik vind het heel leuk werken en ik vind het wel tof om je vrienden te betrekken bij jouw game. Het is niet in missies, het is alleen als je in de open wereld aan het kloten bent. En zo op die manier, je krijgt er ook natuurlijk weer punten voor, hè, waardoor je stijgt in level. Dus dan hebben ze best dat crowd. Dat is geen XP, je krijgt crowd. Hoe meer mensen jou gaan volgen binnen DeadSec. Dus ja. Omdat je natuurlijk ook zo'n lovable protagonist bent. Zeker, en een YouTube kanaal hebt waarschijnlijk. Ja. Like, volg, reageer. Dagelijks DeadSec HD. 3 likes is hacken. Ja. 8 likes is auto's kapot maken. Nee, maar ik wil nou wel eens weten wat we in storyline gaan doen, jongens. Want Ubisoft allemaal prima. De wereld ziet er fantastisch uit. Ik vind het hartstikke leuk wat jullie doen. Maar wat gaan we doen qua story? Blijft belangrijk, hoor, jongens. Dus laat het ons alsjeblieft binnenkort weten. Ja, ik wacht nog steeds. Nu. Ja, ik ook. Maar we gaan nu wel verder. Ja. Waar wacht je op? Ja, hier op de storyline. Ja, is ook zo. Ga je ook de storyline niet overschrijden? Wow.